Het Openbaar Ministerie is vandaag in hoger beroep gegaan in de kwestie ex-vicepresident en assembleelid Ashwin Adin. Zijn aanhouding is volgens de rechtercommissaris niet rechtmatig geschied en besliste op basis daarvan dat Adin vrijgelaten mag worden. Om 5:30 vanmiddag was het nog niet duidelijk of hij inderdaad op vrije voeten is gesteld. Onze nieuwsdienst sprak vanmorgen met de raadsman van Adin, Irwin Kanhai. Kanhai blijft erbij dat de aanhouding van Adin niet rechtmatig is geschied. Ik vind zelf dat die aanhouding niet rechtmatig is en ik zal u zeggen waarom. Omdat die goederen zijn teruggegeven en er zijn een aantal strafbare feiten aan hem verweten, waaronder valsheid en geschriften van een memo waarbij goederen zijn afgeschreven. Dat was rond 8 juli, toen was hij nog in functie. En dat betekent dat je een bepaalde procedure zou moeten volgen die niet is gevolgd, 1, 2. Als die goederen zijn teruggebracht, dat is die verduistering, op 11 augustus, betekent dat dat hij ook niet de intentie had om te verduisteren. Want hij heeft dat ook telefonisch, zoals dat blijkt, medegedeeld aan de huidige vicepresident. Dat die goederen bij hem zijn. En zijn goederen zijn ook nog op kantoor bij de vicepresident. En zij hebben telefonisch contact gehad. En dan komt de vernieling. Op 11 augustus, toen die goederen zijn ingeleverd, bleek niet dat er sprake was van vernielingen. Althans, de persoon die voor ontvangst heeft betekend, heeft dat niet geconstateerd. Kanhai vindt dat Adin te hoog is opgeleid om tot vernieling van apparatuur over te gaan. Irwin Kanhai, de raadsman van assembleelid en ex-vicepresident Ashwin Adin. Adin blijft aangehouden.